De gemeente Nijmegen gaat met vernieuwde inzet illegale kamerverhuur en overlast door kamerverhuur aanpakken. Het nieuwe kamerverhuurbeleid geldt sinds 1 januari, maar er was een half jaar lang sprake van een overgangsregeling. Na 1 juli worden alle aanvragen getoetst aan het nieuwe, strengere beleid. Volgens een laatste schatting telt Nijmegen ruim 2000 illegaal verkamerde panden. Aanpak hiervan wordt volgens de gemeente een zaak van lange adem. Klachten over overlast door kamervuur concentreren zich in Nijmegen-Oost, Bottendaal en Centrum. De aanpak zal zich in eerste instantie dan ook op die wijken concentreren.